Ik ben Saraya, ik ben 21 jaar en ik ben ambulancier bij het secundaire vervoer in regio Antwerpen eigenlijk. Soms is dat echt heel zwaar, emotioneel en fysiek wel. Ik heb één keer een patiënt gedaan, die moest naar een palliatieve afdeling. Die echtgenoot van die vrouw, die was dement. En ze moesten dan afscheid nemen en dat was wel even heel moeilijk. Ja. Want die man die besefte niet alles, maar hij wist wel dat er iets niet in orde was. Je moet je er wel even vanaf kunnen zetten voor die patiënten zelf. Omdat, ja, dat is niet professioneel ook niet, dat je daarmee begint te huilen. Ik ben echt gelukkig met mijn job nu. Dat is echt, ik doe dat echt heel graag. Ja. Misschien één keer op de maand, dat je zo echt zo even in een diepje zit en dat je echt je hart moet kunnen luchten bij iemand. Ja. Deze werk, ik zou dat niet tot mijn 65 kunnen doen. Dat is, je kunt dingen van je afzetten tot op een bepaalde hoogte en dan stopt dat ook. En ja, ik zou toch niet die hoogte niet willen halen.